Het is heel moeilijk. Je ziet daar wat fotografie eigenlijk. Kijk, een foto wordt gewoon heel erg veel aantrekkelijker als er een kind op zit. Zeker in een moeilijke omstandigheid. Dus je ziet heel veel kinderen op die foto's. Maar als je het statistisch bekijkt, hoeveel kinderen zitten er nou eigenlijk tussen? Hoeveel boten zitten er al met mannen van begin 20? En de fotografie geeft daar geen betrouwbare beeld van. En dan heb je dus weer het verschil van hoeveel ogen opgeleiden zitten er en hoeveel mensen met echt een beetje islamitisch aangeslagen types met hoofddoekjes en string en weet ik het allemaal. Dat kan fotografie, ja, dat moet je niet statistisch dan zien. Het is echt emotiefotografie. Op het gevoel drukkend van hoe erg het is. En het grappige is, nu is bijvoorbeeld, ik geloof niet dat er minder vluchtelingen komen en er verdrinken er nu veel meer. Maar ik zie binnen het aanbod echt heel weinig bootjes nog aankomen in Griekenland. Wat je nu ziet is die hele grote stapels leeggeprikte dinkies en die weggegooide lijfvesten. Stapels, gewoon echt een vuilnisbelten vol met die dingen. Dat is wat je ziet. En verder zie je niet zoveel. En ik weet ook die foto van die Ayalan Koudi, het eerste jongetje dat dan... Ik wist al veel langer dat de kinderen ook verdronken. En dan opeens is heel Nederland is geschokt. Of heel Europa is geschokt door zo'n jongetje. Het is dat je denkt, wat doet beeld toch me... Wat hangen mensen veel op aan beeld. Ik denk, als ik die foto zie, denk ik van, nou eindelijk, er is nou eens een foto van. Want het gebeurt al veel. Ja, dat gebeurt de hele tijd, ja.